Wat zo? Een probleem? Yes. Zo? Kees gaat niet uit de weg met problemen, jongen. Oké. What up? Dit is je boy QC. We zijn in het gebouw, man. In het gebouw als een broodje met pauw. We in it. We zijn er gewoon. Ja, we zijn er gewoon. Wij gaan vandaag reageren op Kees van der Spek. We kennen hem allemaal wel. Ik bedoel, er zijn wel meerdere misdaadverslaggevers hier in Nederland op Nederlandse televisie. Maar als er eentje echt gangster is en mensen gewoon aanpakt, dan is het wel Kees van der Spek. Ik bedoel, hè. Je hebt zeg maar misdaadverslaggevers die zeg maar even iemand eventjes een beetje tegenhouden. Van, nee, hier blijven. En je hebt Kees van der Spek. Jongens, Kees van der Spek, als hij dit niet zou doen, deze man zou één grote maffiabaas zijn, ja. Misschien is hij het ook, ik weet het niet. Maar in ieder geval, we gaan weer reageren op zijn video's. Ik weet dat ik al een stuk ga. Hij gaat naar het buitenland toe, gaat die oplichtertjes oppakken. Benieuwd wat we allemaal tegen gaan komen. Ik zal er een aantal al hebben gezien, sommige vergeten. Je kent het wel. In ieder geval, tijd om te beginnen. Abonneer eventjes, het zal leuk zijn, hoeft niet. Maar als je denkt, druk even op een knopje en dan gaan we nu beginnen. Ja toch. Het is tijd om de blackjack-oplichters te confronteren. Oh jee. Aan de hand van onze GPS-gegevens kunnen we... Kijk, daar hebben we hem, onze Kees van der Spek. Hij is in Brunei. Jongens, mijn topo is niet goed. Ik weet niet of waar Brunei ligt, maar hij is daar. Al na een paar minuten posten zien we dat de oliesjaak uit Brunei hier gewoon woont en bezig is met zijn wasje. Oh ja, jongens. Oh, waar gaat hij hem confronteren nu? Nou, daar komt Kees van der Spek. Hallo, sir. Ik ben een boom van een vent, jongens. Hey, you're the chef from Brunei. I don't know you. Yes, I know you. Yeah? I know you. What? No, no, boy. No. What? Oh, okay. You give me the... Precies dit bedoel ik, jongens. Wat ik net al in de intro zei. Hij pakt mensen aan. Je hebt zeg maar... Je hebt zeg maar van die misdaadverslaggevers, hè? Die ze houden iemand gewoon een beetje tegen van... Hey, hold, stay here. En dan heb je... Kees van der Spek, die zet je even in de nekklep, hoor. Je moet denken, hij is gewoon toerist daar, bro. In een ander land. En helemaal gek. En geloof me, het is een boom van een vent. Je komt niet zomaar los. Kijk, jongen. I don't know you. Yes, I know you. Yeah, I know you. No, hier blijven. You give me the $300 back now. Okay, well let's go. Ja, mama, kijk, hij heeft hem wel gelijk onder pressure gezet. I follow you. Hij laat het niet meer los. Maar mee. $300. Ja. No, I follow you. Die zit daar $300 van Kees. Kees. You are not from Brunei. Yes, wait. Wait. No, we don't wait. You give me the money. Yes, wait! How do you get your money? Yes, I wait. Yes, wait! I wait. Ja, dat zegt hij. Wat is dit, jongens? Ja, dit vind ik mooi. Die man, zeg maar, hij praat heel rustig. Hij is boos, maar hij zegt wel... Ja, hoe moet ik het zeggen? Kijk, normaal reageer je boos als je zegt van... Nee, ik ga het niet geven. En hij zegt gewoon... Ja, ik ga het geven, maar op zo'n boze manier. Yes, wait! Dat is mijn... How do you get your money? I give you money. Yes, I wait. Yes, wait. I wait. I get the money. Yes, okay. This is my place. Yeah. Yes, and in your place, you scammed me. You stole $300. I give you back. Okay. Good day. I wait. I give you back. Hij wil wegrennen. Hij zoekt zijn toevlucht in een dependance van het gemeentehuis. You know this man? We don't know him. You don't know him? Oh, look, niemand kent hem. Look, playing card with me here. Look. Is he? Who is this? That's him. Regelrechte snits, gewoon waar die naast zit. Oh jongens. Sorry, hij is rustig. Hij is wel van heel boos gegaan naar heel emotioneel. De vraag is, gaat hij het geven? De oplichters staan op de kaart. En de nog wat verbouwereerde gemeenteambtenaren zullen vanaf nu de woning hier pal om de hoek scherp in de gaten houden. Ja, hij lost dat wel eventjes op, maar ik vraag me nog af of hij zijn geld gekregen of niet. Eens wat ik weet is dat die man van een boze man ging van just wait naar Oh, ineens een puppy, jongens. Van pitbull naar puppy. Oh, jongens, dit was alleen al de eerste. Och, dit vraagt naar meer. De wisselkoersen in Polen. Oh, daar Polen. Daar moet je dus goed op letten. Als toerist kun je dan natuurlijk het beste deze naar een officieel voor mijn wisselkantoortje gezien. Gaan. Of juist niet. Die wisselkantoortjes zijn fucked up, jongens. So, 360, hè? Sorry? 360.
433. Ze hebben ook geen elektrische wisselkoers, hè? Dus ze bepalen gewoon zelf de prijs. Mooi verhaal. Oh, oké. Dat scheelt bijna 20 euro op een honderdje. Nou, 20 euro op een honderdje. Dat moet je niet flikken bij Kees van de Spek. Ja? Het gaat om de principes. Dit is wat er aan de hand is in Krakau. Je hebt hier twee soorten wisselkantoortjes. De goede en de slechte. En de fouterikken die ligt hier keihard op. En ze zijn eigenlijk heel erg makkelijk te onderscheiden. De goede wisselkantoortjes, zoals deze, die laten twee koersen zien. Kopen en verkopen. Met een klein verschil tussen de twee prijzen. En dat is de winst voor het kantoortje. Kijk, en dit is nou een voorbeeld van een heel fout kantoortje. Hier staat maar één koers op. Een hele gunstige. 4,25. Dat is eigenlijk niet normaal. Dat krijg je nergens. Wat ze erbij vergeten te zeggen, is dat dit de terugwisselkoers is. De koers voor je euro's is heel slecht. Sterker nog, dit soort kantoortjes kunnen op 100 euro gewoon 25 euro van je jatten. En daar gaan wij iets aan doen. Oh jee, nou dan komt ie, hè. Zwarte stift. Oh jee. En dan etiketten die lekker goed plakken, eigenlijk. We willen in de hele binnenstad de woekerkoersen duidelijk zichtbaar op de gevel van de foute kantoortjes plakken. En van mij krijg ik hier door ruzie. Maar daar zijn de oplichters niet altijd even blij mee. Nee, dat snap ik. I have problem. Ja, jongens. Ik ben heel gewoon zo mooi graag. Geen blinkje. Hij is niet bang. Het is niet van, oh, no, no, no. You have problem? Ja, yeah, I have problem. Ja, ik kan zo daarvan genieten. What's up? Problem? I have problem. Oké, okay, I call police. Oké. Okay. Waarom komt de reclame midden in hier? Jongens, ik wil die fitty zien. Zit lekker vast. I call police. Hij heeft nog passen gezet ook. Call police. Liar. Yes. Yeah. Okay. They're thieves. He is a thief. You have problem? Yes, I have problem. You steal like 20... Call police, okay. Call police. Don't, you, don't, now. Don't go too close. Go. No. Oh jee. Go. You call. Hij staat even waar hij is op staat. F*** you. It's theft. Don't do this. So. What's up? A problem? Yes. So? Kees gaat niet uit de weg voor problemen, jongen. You call police. Okay. Vergeten, jongens. Ik in deze episode, maar dit was ik helemaal vergeten. Dus besef, laten we even de situatie even doornemen, ja? Kees plakt even een andere prijs op. De actuele prijs, ja? Meneer is niet blij. Meneer wordt boos. Kees zegt, f*** you. Niet stoer doen. Meneer komt dichtbij, wilt intimideren. Kees is groot. Poolse meneer is ook groot, ja? Krijg je dit? Nou, dan voel je jezelf een dreiger. Hij komt police. Kijk, pas op. Oké. Call him. Ja? Nou, het maakt niet uit hoe groot je bent, hoe gevaarlijk je eruit ziet. Als ik ruzie met je krijg en je doet... Ineens is gewoon heel jouw geloofwaardigheid niks meer waard, jongens. Nog even één keer. Oké, okay, I call police. Oké. Ja. Wat een lijpo, joh. Wat een lijpo. Ik kwam even bedreigen. Stop! Oh jee. We zijn weer aan het chase, hoor. Stop! 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 Ja, Kees, maak geen grap, jongens. Die is er klaar mee. Ik moet zeggen, dit is ook niet echt intimiderend. Hey, stop your bike. Stop! Oh, ze stoppen hem. Oh, hij wordt boos. Nee? Nee? I want to show you something. No. Kees gaat uitstappen, denk ik. Ja? Ja? Nu is die boos. I show you something. Zeg maar, je dacht, hij werd gek op die fiets totdat Kees zeg maar uitstapte. Toen was het van ja, oké, okay, show me something. What? You see this lady? Yeah? You see her? You scanned her. 50.000 euros. Wait, yo, 50.000 is wel. 50.000 euros. In this house. These people in this house, no. Get out! Tell your friends we're in their phone. We know them. We know everything. Get out! Tell your friends. Get out! Tell your friends. Get out here. You don't have work. They have to pay a lot of money back. 50,000 euros. How's the money? Tell them. You people. You. Alfagulo. Oké, okay, ja, dat was een beetje verbaal geweld dit. Ik zeg jullie eerlijk, op het moment dat Kees uitstapte, dacht ik wel dat het verder uit de hand zou lopen. Ik had weer een headlockie verwacht of zo, maar ja, dat gebeurde niet. Don't pay it.
Don't pay. It's water. She's drinking water. These are scammers. They work all together. Yes, don't pay. Oh jee. Don't pay. Kijk, besef hè. Je komt gewoon in zo'n tent. Je weet niet wat voor mensen het zijn. Straks zijn ze super gevaarlijk. Maar Kees geeft geen fuck. Hij zegt gewoon mensen die daar nu zitten van hey, niet betalen. We gaan, dit zijn oplichters. You all work together. Don't pay. Don't one pay. Minute. One minute. You'll pay €30 for lemonade. Dit gebeurt wel vaak in het buitenland. Dat je gewoon ergens gaat eten. Ergens gaat drinken. En dan neem je alleen bijvoorbeeld een fris drankje of een biertje. Of noem maar wat. Niemand wat je neemt, ja. Maar dan neem je iets. En dan moet je ineens €50 betalen voor één biertje. Ja. En dan gaan ze je intimideren. Zodat je het gaat betalen. Want ze denken, ja, toeristen. Geld binnenharken. Does she drink water? Oh jee, hij gaat komen. How much do you have to pay? And how much? 70. For how many drinks? Two drinks for her. One beer and one vodka. One vodka. Dat is een, dat is duur. Come, I talk to you. What you have? What problem? Oh jee. Do you work for him? No. I'm not one. No, I told you no. You work for him? No, I'm not one. Of course. No, I'm sorry, no. I saw you all day in the park talking to people. You know what time it is? You know what time it is? No, I'm not one. I'm telling you. Waarom verandert deze man ineens in Friese in zijn derde vorm, jongens? Ineens wordt hij gek. En dan gaat hij. Ja, helemaal mooi dit. Maar de oplichters zijn erg hardleers. Want George zit een dag later gewoon weer op zijn vaste stekkie bij de tempel van Zeus. Oh jee, gaat hij hem confronteren? Want even beer? Sit down. Hey. Kom. Hij George. Denkt, nee, niet meer. George. No. George, kom op nou. George. George, geef nog wel even praten. Bye, George. Dit is mooi. Jongens, dit zag ik ook niet aankomen. Hij zegt gewoon, George. Bye, George. Bye, George. Kijk, omdat hij hier omkeek. Oh, niet. Watch out! Oh jongens, de frustratie in zijn gezicht. Hij weet ook niet of hij boos op Kees moet zijn. Of de persoon in de auto. Nog even één keertje, kijk. Bye George. Bye George. You. Ja toch. Hoe snel kan karma komen? Watch out! Zo ruimt het probleem zichzelf een beetje op. Ja, die Kees vindt dat ook mooi, hè? Ja, die moet wel ook even lachen. Oké, jongens, de koptelefoon is af. We hebben weer genoeg Kees van de Spek gezien. Ik heb gelachen. Ik ben allemaal lijpe dingen, jongens. Die man is gewoon lijp. Gaat gewoon naar het buitenland. Deze schijt aan alles. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hou van jullie. Later. Skuda! In de inmiddels propvolle auto dreigt het nu behoorlijk uit de hand te lopen. Zo, de tering. Ja, die is boos. Hij is boos. Zet het in de e-mail. Zet mij in de cc. Stuur ik morgen een keer terug. Dag, Pik.